Spannend. Heel spannend, hè? Ja. Dus is die tekst niet groter als dat? Nee, dat is te groot. Oh, ik wil juist zeggen, ja, dat kan ik dus absoluut niet lezen. Voilà, we zijn live. Je ziet hier gewoon binnenkomen. Dat is altijd grappig, je ziet ze altijd dezelfde zo. Ja, ja, als eerste, ja. Goedenavond iedereen. Hallo. Oh, hallo. Dag Aniek, dag Fidelien. Ja, ik had het niet lezen, sorry. Ik had het lezen voor je. Lore zegt ook, hey, daar is ze. Hey, allemaal. Goedenavond iedereen. We zullen al een klein beetje beginnen met een goede intro te geven aan de video en aan de live. Dus ik ben er weer vandaag met een nieuw model op mijn stoel. Een andere winnares van de wedstrijd, van Wie Wordt Pops Next Topmodel. Stel je maar even voor. Ja, ik ben dus Anja en ik was één van de drie gelukkigen. Ja, dus Anja was één van de meest gelikte foto's. Je ziet, ze ziet er nog heel goed uit. Ze is een 50-plusser, dus dat is ook wel eens tof om eens iemand anders en eens een ander huidje op de live te krijgen. En ik denk ook wel dat iedereen dat heel plezant gaat vinden, dat het dus iemand is met een klein beetje maturiteit, als ik dat zo mag zeggen. Ja. Maar ze ziet er nog heel goed uit, hè, voor een 50-plusser te zijn. Je ziet er nu al goed uit. Maar dat is ook. Ik zeg dankjewel. Het, je leeft niet veel op. Heb je al niet. Ik heb alleen mijn dagverzorging, voor de rest niks. Dus dat ziet er al heel top uit. Ja, ik heb wel eyeliner, maar die is vast. De vaste eyeliner. De vaste. Dat is een heel klein beetje vast, veel lager. Goed. Dus wat gaan we vandaag doen met Anja? Ik ga vooral heel veel vragen aan haar gaan stellen. En een beetje kijken wat dat bij haar het mooiste gaat passen. En vanaf daar gaan we eigenlijk een make-up look uitbouwen. Ik heb hier wel producten wat klaar liggen, maar ik heb er een hele kit bij. Dus we gaan zoeken, kijken wat ze nu al gebruikt. Wat we misschien wat tips kunnen geven. Als jullie vragen hebben, stel ze gerust. Ik ga ze proberen mee te lezen. En dan gaan we die ook allemaal beantwoorden. Goed, zullen we al een keer starten? Eens kijken of ze... Oh, ze is een schone vrouw, zeg hier. Ik kreeg complimenten. Super, zo'n keertje een 50-plusser. Kan je? Goed verzorgd huisje, dat zie je. Knappe madame. Amai, zoveel complimenten aan je. Dat is fijn. Dus ben ik niet gewend? Nee. Maar dat is ook het stof, hè. Ja. 50 is het nieuwe 30. Voilà, dat vind ik ook het stof. Ja. Nu nog eens een 60-plusser. Allee, dat is de volgende. Goed, dus Anja. We hebben ervoor juist al even gebabbeld. Maar gewoon even voor de kijkers. Dus qua huidtype, wat heb je ongeveer qua huidtype? Ik heb wel een gemengde huid, denk ik wel. De wangen wat droger en de neus T-zone. Het begint droog, maar die wordt door de loop van de dag al wat vettiger. Ja, dus oppervlakkig. Ja. Ik heb eigenlijk hetzelfde als van u. Mm. Ik heb, als ik uit de douche kom, heel droog. Ja. En op het moment dat je er eens op zit, is het eigenlijk goed. En dan begint het zo door de dag zo wel een beetje te blinken. Nu, een goede tip als basis om te starten, is altijd een goede primer en een goede voedende primer. Dus zeker voor de iets rijpere huidjes. Nu op zich vind ik nog niet dat je een super rijpe huid hebt. Maar is altijd een goede voeding het belangrijkste. Je hebt je dagverzorging erop. Maar qua primer vind ik bijvoorbeeld een olie. We hebben de gewone olie, de face oil van de Rosé. En we hebben de wilde bouquet. Dat zijn eigenlijk twee olies die bij een iets rijper huidje heel goed gaan werken. Om die goede voeding te gaan geven. En eigenlijk je make-up veel mooier te laten versmelten in de huid. Ja. Dus omdat we nu misschien met een nieuwere collectie zitten. Ga ik vandaag eens de face oil gaan proberen. Le Visage en Rose. Je zult hem allemaal wel gezien hebben, maar ik heb hem toch nog eens laten zien hoe schoon dat hem is. Ja. Dus met eigenlijk gedroogde rozenbottel bloemetjes erin. Oh wacht, ze zijn hier al vragen aan het stellen. Collega's, als er echte vragen zijn, mogen jullie ook altijd antwoorden. Ik heb het probleem nu na de zomer toe dat mijn foundation alle soorten aan mijn neus en zo door het zweten vlekken trekt. Ik prime en fix. Een hele goede tip als je foundation door de zomer heen eigenlijk een beetje gaat bewegen, is af en toe een keer bijwerken met de fixeerpoeder. Je kunt primer fixen in de ochtend, maar door het zweten, door de warme dagen, ga je dat iets gevaarlijker nodig hebben dan in de winter.
Een tip voor mij, wat ik eigenlijk zelf ook heel fijn vind om te doen, is gewoon met een SPF-borstel. Dus die Coupe Soleil. Af en toe een keer bijwerken dat mijn make-up teruggefixeerd wordt. Maar dat je dan ook je bescherming terug hebt. En dat je je make-up terug wat matter maakt. Dat gaat zorgen dat het weer wat langer blijft opzitten. En dan na 2 uur doe je eigenlijk hetzelfde. Je moet gewoon een paar keer klikken en even er wat over gaan op je laat. En dan blijft dat veel beter gaan zitten. En gewoon geen liquids dragen als het warm is. Ja, dat is ook een tip dat je vooral met je poeders gaat werken. Nu op zich, als je zweet, gaat de poeder ook afgaan. Dus dat kan allebei. Oké, le visage en rose. Ik zou hem persoonlijk zelf altijd met de handen aanbrengen. Ik ga hem nu op Anja met een flat kabuki gaan aanbrengen. Gewoon omdat dat iets hygiënischer gaat zijn. Dus 2 druppeltjes. En ik ga hem vooral in het midden van het gelaat zetten. En een beetje meer naar buiten toe uitblenden. Nu heel fijn, hier werken we met 2 olies. Jojoba-olie en rozenbottelolie. En die werken eigenlijk gewoon allebei heel goed op de elasticiteit van de huid. Dat is ook een heel toffe, omdat die een beetje anti-aging in zich heeft. En voor acne huidjes ook een hele goede, omdat hem ook antibacterieel is. Zelfs zonder liquids hoor heb ik vandaag al getest, ja. Dan zou ik het een keer fixeren. Krijg je door die olie dan niet nog een vettere T-zone? Ja, als je een vette T-zone hebt en je gebruikt een niet droge olie wel. Bij een droge olie, zoals de face oil, dat is een droge olie, dat gaat eigenlijk niet vetter maken, omdat die droog op de huid gaat komen. Die blijft niet vet. Gebruik je bijvoorbeeld olijfolie, dat is een vette olie, daar gaat je wel heel snel en heel snel gaan blinken. Een droge olie is eigenlijk gemaakt om op het gelaat te komen, te gaan voeden, maar dan wel een droge finish te gaan hebben. Ah, voilà, zo zeggen dat ik ook wel in de komen. Zo, dat is een basis. Gebruik jij ook iets onder je ogen om ze wat op te frissen? Nooit. Nee? Nee, doe ik niet. En waarom niet? Gewoon dat uit gemakzucht, dat ik dat gewoon niet doe. Oké. S'morgens moet dat erop gaan en dan heb ik dat niet. Nee, dat is goed. Dan gaan we eens even kijken. Ik ga voor haar nu wel een keer iets onder haar ogen zetten. Ik ga voor u werken met de Liquid Mineral Foundation, concealer. Dat is eigenlijk een iets voedendere concealer ook weer. En dat is om plaatselijk, ik heb eigenlijk niet veel last van donkere kringen. Nee. Maar het is vooral om iets lichter te gaan werken onder de ogen, om het net iets meer naar buiten te brengen. Qua kleurken gaat je een 1.0 gaan nodig hebben. Maar die is ook net iets lichter dan je huidtype. Nu qua oneffenheden en zo heb je ook niet veel last van vlekjes of zo op dit moment. Hè. Nee, dat gaat zo van af, zo wat. Nu, heel belangrijk is dat je vooral in het hoekje gaat werken en het product zachtjes gaat uitblenden naar buiten toe, zodat het niet in de lijntjes gaat kruipen. Als je nu heel dik gaat zetten onder die ogen en je gaat hem dan uitblenden, dan ga je eigenlijk te veel product hebben, waardoor je net die lijntjes gaat benadrukken. En we willen dat nu niet doen, dus we willen vooral hier je frisheid creëren. En dan het eigenlijk een beetje uitblenden, dat we geen harde lijnen hebben naar buiten. Ik ga het een beetje opfrissen. Ik ga het een beetje dichterbij zetten, dat je ook kunt meekijken wat ik aan het doen ben. Dat is heel confronterend, Anja, maar je ziet het nog goed uit, dus dat is goed. Andere kant. Dus hij gaat gewoon een beetje frisheid gaan creëren en een iets wakkere blik gaan geven onder die ogen. Ja, en voor de rest doe je van foundation iets op het gelaat? Alleen de loose mineral. De foundation 2,5. 2,5, ja. Die zou ik ook voor u aanraden. Dat je een heel neutraal type bent. Ik heb zo mooi tussenin. En meer dan dat moet het eigenlijk ook niet zijn. Omdat je een vrij egale huid hebt van jezelf. Ik ga kijken,
mijn 2,5 is op. Dus ik ga, omdat ik geen 2,5 heb, ga ik een 2 en een 3 mengen. Ja. Dus dat kun je ook doen, moest je thuis nog een hebben en je valt zo net tussen die neutrale kleuren, kun je eigenlijk ook heel goed gaan mengen met elkaar. Eens kijken of ze hier... Sorry, maar ik kan niet lezen zonder brood. Oh, we hebben wat gemist. Eens kijken. Die is echt super. De olie zou ik altijd na de dag en de nachtcreme gaan doen, omdat die iets dikker is qua textuur. De wilde beauté is ook een droge olie. De olie zou ik na de dagcreme en voor de zonnebescherming gebruiken. Omdat de zonnebescherming moet eigenlijk het meest van boven liggen altijd. Die in olie is inderdaad geen primer, het is meer skincare. Maar op zich voor de huid, voor te bereiden, gebruik je hem ook zeker gebruiken voor de make-up. Tips voor rode neusjes. Groene concealer. De goedgroene losse poeder. Dus het kleine concealerpoederje, dat groen, is ook een hele goeie. Ofwel alles wat met gelere tinten te maken heeft. Dus de gelere poeders, de 2, de 4 of de 6. Of de CC cream, de light to medium. Dat vind ik een hele goeie daarvoor. De Prime and Fix en de Retractable Kabuki om te fixeren is ook een hele goede feeling. Om ze door de dag even bij te werken. De Mint Concealer voor de rode kleur. Ah, voilà, we zijn bij. Niet te zenuwachtig zijn. Nee, Anja, eigenlijk... Dat is nee, ik zit hier goed. Nee, dat is een beetje dat genieten is op het moment. Heb je dat ooit eens gedaan, Anja, zo'n nee. Make-up sessie? Nee. Ben ik de eerste die... Jij bent de eerste, ja. Spannend. Ik heb er alle vertrouwen in, dus. Voilà, dus ik heb mezelf een 2,5 gemaakt door de 2 en de 3 te mengen. Je kent het principe, dus heel goed in je worstel gaan draaien. Dan gaan we het gaan uitverdelen in het gelaat. En door die olie, wat nu eigenlijk op het gelaat nog een beetje aan het opdrogen is, gaat die poeder heel mooi gaan inmengen. Dus dan gaat je niet poedereffect krijgen. En dan gaat je meer het effect van een liquid foundation krijgen, maar eigenlijk dan met de poeders gewerkt. En doet je altijd 1 of 2 laagjes? Onderhalf. Anderhalf. Onderhalf, ja. Kijk je nog niet zo heel veel doe ik erop. Moet je ook eens omhoog kijken. Even onder die ogen, die concealer een beetje afpoederen. Voilà. Ik vind eigenlijk 1 laagje nu, ik heb wel, omdat ik de 2 heb gemengd, een goed laagje aangebracht, maar dat gaat inderdaad genoeg zijn voor u. In plaats van de serum. Serum, als je een hele droge huid hebt, mag je de serum ook gebruiken. Maar als je de serum een dagcreme en dus het olie gaat doen, dan gaat het heel rijkelijk worden. Dus daar moet je wel mee oppassen dat je dan niet te rijkelijk gaat. Doei. Dat is niet oké. Oh, merci. Tada. Dat was een poetsvrouw. We zijn er aan het stoven in het werk. Oké, dus we hebben een basis aangebracht. En nu gaan we terug wat kleur in het gelaat brengen. Dat kun je doen met een blush, een bronzer. Eigenlijk wat je zelf een beetje kiest. Ik weet niet wat jij meestal op doet. Meestal neem ik de Soleil, de blond. Ja. Maar contour en zo doe ik eigenlijk ook nooit. Nee. En een blonde, de nieuwe versie? De oudere versie heb ik nog, ja. En een blush of zo gebruik je niet? Jawel, tussendoor ook wel, ja. Maar dat varieert vanaf wat ik aan heb. Ja. Nu op zich, je kunt met heel veel weg. Dat is nu de nieuwe blonde, die zou ook goed zijn voor je. Er zit iets meer dat blushgevoel in. Als je hem indraait in de huid, wordt hem wel iets bruiner. Wat ik ook een toffe vind, is eigenlijk een poppy. Ja. Omdat je wel iets meer naar dat warme toe neigt, en zeker met wat je nu aan hebt, gaat die een poppy heel schoon zijn. Dus ik ga, denk ik, de blond combineren met de poppy. Ja.
En hier ga ik met een poederfoundation kwast gaan gebruiken, omdat ik hem iets zachter wil aanbrengen. Dus niet intens. Ik draai wat rond met de poeder. Wanneer de cappuccino werkt, dat kan ik. Ah, dat is helemaal een antwoord op de vragen. Dat is ook fijn. Dus met de poeder, ik ga hem vooral gaan aanbrengen onder het jeukbeen. En lichtjes op het voorhoofd. En dit gaat mij vooral wat schaduw geven, gaat dat een lichte blush geven. En dat is heel fijn als je dan met een blush werkt, heb je al een schone overgang van bruin naar blond. Nu, je hebt een heel schoon jeukbeen. En als je daar nu een beetje contour of bronzer op gaat zetten, gaat je daar heel veel in uitkomen. Voilà. En dan gaan we daarover een beetje warmte gaan geven, een beetje meer zonnetje gaan brengen in het huis met de poppy. Had je die al eens getest? Nee. Ik hoor het dus echt op u. Ja? Dan gaan we laten zien. Dus je zou echt met allebei kunnen. Je hebt blauwe ogen, dus dat gaat heel schoon met die Silky Rose staan, die andere. Maar die poppy gaat iets meer contrast geven, waardoor... Ja, mijn voorkeur, ik ook eigenlijk naar de poppy. De poppy, ja, voilà. Ja, voor kleur wel al sinds. Ja. Want zo dat oranje gaat heel veel je blauw doen benadrukken. Al heb je zelfs geen oogschaduw op, gaat je blauw nu feller uitkomen. Ook een heel tof om zo schrap over je ogen te zetten, als je snel ergens naartoe moet gaan. Ja. Toon daar eens anders hoe ze staat met contour, Bob. Nee. Ah, te laat. Sorry, Philly. Het is een ander. Ik heb gecontourd inderdaad met de Soleil Blond. Zit er veel tussen de, verschil tussen de poppy en de... Ik ga het een keer laten zien. Dus het verschil... Dus dit is de poppy. Ik ga hem zo even vanuit. Ja, ik mag hem vasthouden van mij. Dan kan ik die ook wel laten zien. Dus een poppy is ietsje dekkender van kleur. Terwijl de Silky Rose is iets lichter. Silky Rose. De koraal. En iets meer glanzender. Hier zit, ik ga hem zo even op mijn hand laten zien. Hier zit veel meer die gouden glans in, als je hem kunt bekijken. Terwijl dat bij deze zit veel meer het peach element in. Dat is toch een duidelijk verschil. Ja. Dus de koraal is meer een hele peachy highlight blush tint, terwijl dat een poppy echt wel de hele felle blush gaat zijn. Was dat duidelijk? Ik vind het wel een hele schone zonnekleur, die koraal. Dus als je het op je wangen wilt zetten, maar niet te fel, maar een beetje glans, dan ga ik altijd voor die gaan. Ja, die poppy is inderdaad iets meer naar dat roze oranje, terwijl de koraal echt naar het oranje gaat zijn. Alsjeblieft, Tamara. Goed, dan gaan we iets op de wenkbrauwen zetten. Ik weet niet of je dat soms doet. Ja, klopt. De blond? Nee, de donkere. De donkere, de brunet. Ja. Op zich kun je inderdaad met twee. Je wenkbrauwhaartjes zijn ietsje donkerder. Maar je eigen haarkleur, of ja, de haarkleur die je dat nu hebt, want het is geverfd, denk ik. Ja, want van nature ben ik wel donker. Ja. Omdat je iets lichter zit, zou ik nu eerder naar de blonde begrijpen. Om het gewoon niet te hard te maken. Ik ga de blonde zetten. Het kan zijn dat je het zelf te licht vindt, omdat je gewoon zit van een donkere. Kunnen we daar nog altijd die blonde op zetten. Maar ik denk op zich dat jij met z'n allebei overweg kunt. En dan heb je met een blonde iets minder error.
is eigenlijk een hele goede kleur ook voor de. Op zich. Kun je echt nog wel op eigen. En hoe lang zit jij al in de community? Heb je daar een idee van? 2,5 jaar. 2,5 jaar, denk ik zo. Ja. En hoe ben je daar zo terecht gekomen, weet je dat nog? Via vertellen en dan. Ja? Ja. Mond aan mond reclame. Mond aan mond reclame is de beste, hè? Ja, dat is wel waar. Ik vind dat zo interessant. Op zo'n demos of zo, ja. Vraag je daar nog altijd achter. Omdat iedereen heeft zijn eigen ding. Mm-hmm. Zijn er nog vragen? Nee, op dit moment niet. Alles duidelijk. Qua ogen, wat doe je meestal zo op je ogen? Crème de la crèmes. Ja. En dan meestal palet 1 erbij en dat is het. Ja. En de potloden, dat is meestal voor zaterdags. Ah ja, zo ziet het geveller. Ja. Een echte oogpotloodje op de. De volumineus, ja. Wat daar iets meer glans is, ja. Misschien. En meestal is het ofwel de rozere tinten ofwel de bruinere tinten. Ja. Vul ik allebei heel schoon voor u omdat je blauwe ogen hebt. Aardetinten gaan heel veel dat blauw benadrukken. Wat ik ook een toffe vind, ik weet niet of ik hem mag gebruiken vandaag, zijn die rode tinten. Ja, doe maar. Ja? Ik heb nu wel iets meer naar de roze tinten, maar van de flower palette heb je zo deze twee. Ja. Die rode, je moet daarmee oppassen dat je niet van die tranenschips krijgt. Maar ik denk als we die goed gaan aanzetten aan de buitenkant, de lichte kant en dan de lichte kleur in het midden, dat dat heel schoon het contrast gaat geven met de blauwe ogen. Ja. Dus we gaan daar een keer voor gaan vandaag. Heb je de madeleine al eens? Gebruik je die al? Nee, die gebruik ik niet. Je laten voelen? Ja. Dus we gaan als basis de madeleine gaan gebruiken. Dus dat is ook een crème de la crème, omdat je ze toch graag gebruikt. Ja, dat vind ze heel gemakkelijk. Ja, dat is simpel en een crème de la crème. Nog eens toedoen. En dat is ook een heel toffe om zo meteen al zo wat die verkleuring op de oogleden wat weg te werken. Dus we hebben gepruimd met de crème de la crème. En dan gaan we eerst de basiskleurtje gaan doen. Nu ik ga met heel veel flower palet werken. Dus we gaan die meer in de arcadehoek gaan zetten. Je kunt hem afpoederen met een beige als je dat zelf wilt. Maar ik vind die eigenlijk licht genoeg om die als basispoeder te gaan gebruiken. Dus ik start bij u vooral in het bovenste hoekje. En ik ga die arcadehoek zo'n beetje afgaan. Nu ook nog een tip met oogleden. Je hebt daar misschien last van, maar die zo wat hangen of die zo wat rimpeltjes hebben. Altijd met iets meer mattere tinten werken. Dus daarom gebruik ik nu bijvoorbeeld ook vooral deze twee tinten. Dus de lichte en dan die en donkerste zijn twee matte tinten. En ik ga hele lichte glans doen met die, maar ik ga niet te veel glitter gaan toevoegen. Dus hier ook weer echt die arcadebogen met dat kleurtje. En het buitenste hoekje van het oog doe ik ook meestal wel even mee. Voilà. Dus dat gaat mij gewoon wat vorm geven. Straks gaan ze thuis niet meer herkennen. Dus, dan ga ik voor dat is mijn schoonzus. Nathalie. Ja, ja. Voilà. Ik ga een klein beetje die een donkere nu pakken. Om aan de buitenkant dat ooghoekje een beetje te verdonkeren.
voilà, dus dat gaat hier wat verdonkeren, gaat het oog ook ietsje warmer maken, gaat het blauw meer benadrukken. Een hele belangrijke tip is dat je het niet naar onder uitblendt. Dus dat je eigenlijk stopt op je hoogste punt van het hoekje, dan heb je zo meer dat gelifte effect. Okay. Zo. Dat maakt het eigenlijk iets intenser. Wacht, ik denk dat ik hier weer iets vergeten ben te kijken. Ah, de Madeleine was mijn redding om mijn oogschaduw te laten zitten. Nu is het warm, schuift deze ook alle kanten uit. Ja, wat Katrien zegt, dat is eigenlijk een goede tip. Dus misschien een beetje afpoederen met een beige oogschaduw is eigenlijk ook heel tof. Ja, dus dit vind ik inderdaad te zeggen al dat het er goed uitziet. Dit is een toffe look, je kunt hier ook echt mee stoppen. Dus als je gewoon een matte kleur in de binnenkant zet en die een andere kleur in de buitenkant, dan heb je eigenlijk een tweekleurige ooglook, is heel mooi. Ook zeker bij misschien al de nog oudere, de oudere dames, hè, want 50 plus is helemaal nog niet oud, die al wel last hebben van zo'n rimpeltjes en van kraaienpootjes, die kunnen het beste naar die matte tinten toe gaan en die kunnen eigenlijk die twee matte oogschaduws het beste gaan gebruiken. Goed, nu ik ga toch iets feestelijker gaan werken, dus ik ga wel met de glanzende tint gaan gebruiken en dat is die middelste. Dat is ook weer dat ietsje meer naar het rodere toe. En die ga ik oppakken met mijn platte oogschaduwborstel. Om iets meer glans en pigment te gaan krijgen. Pop gaat dat waarschijnlijk nog mooier maken. Dus ik ga dit vooral in het midden van het oog zetten. Dat ik van binnen in het ooghoekje nog een klein beetje plaats laat voor een nog lichtere kleur. Dus dit gaat alweer meer een glans geven en je gaat het ook zien heel veel met dat licht. Ik zal het ietsje dichterbij zetten. Dus dat gaat ook heel veel naar blauwe ogen doen uitkomen. Daar zit nog ietsje meer dat rood in, wat een heel toffe is. Ik ga eens even onder die ogen wegvegen. Ik heb iets te weinig afgeklopt met de poeder. Ook een belangrijke tip als je een platte oogschaduwborstel gebruikt en je pakt je pigment op. Zorg dat je dan even een keer klopt. Dat dat bovenste laagje eraf is, want anders heb je sneller die vorm. Ja. Goed, en dan doen we het laatste kleurtje. Gaan we voor de full glam, gaan we dat er een keer doen? Ja. Voilà, dan gaan we dit paletje gebruiken en dan gaan we het hier een keer aanbrengen. Hier ook weer met weer een plattere borstel werken om meer glans en meer intensiteit te gaan krijgen. Je pakt hem op, een keer kloppen. En dan gaan we dat binnenste ooghoekje een beetje gaan oplichten.
dat doet die ogen ook weer meteen. Ja. Ik ga het nog eens dichter gaan. Ja. Dus dat doet dat ook meteen opspreken. Zeker in dat binnenste ooghoekje gaat dat ineens een heel schoon effect zijn. Ja, ze willen allemaal uw blauwe ogen, precies. Wat vind je er zelf van, Anja? Ja, heel mooi al. Ja? Ja, ja. Iets anders dan wat ik zelf doe. Ja, dat was het. Als je dat bij mij zit, dan is iets anders. Ja. Mij is altijd heel eenvoudig. Ja, zo de... Ja, de basis, de, zo, de, ja. Nu ja, de crème de la crème. Crème de la crème, dan nog een basiskleur erbij en dat is het. Ja. Altijd maar twee kleurtjes per oog. Zie, nu kun je er wat mee gaan spelen, hè. Ja. Kwartier eerder opstaan. Ja. Nu, dat is voor in het weekend. Hè. Dat ja. Is iets gaan drinken of zo. Ga je donkere kleur, je matte, ga ik ook onder je oog gaan zetten. Ja. Om ze toch iets meer felheid onder dat ooghoek te gaan geven. Want je hebt die lijntje daar al. Dit is dan puur om ze nog wat kleur... Ja. Extra onder de oog te geven en dat ga je dan ook zo heel schoon afmaken. Voilà. Ik ga nog eens wat dichterbij. Zie je, dat maakt het zo heel mooi af. Mooi. Wat zeggen ze hier? Groene ogen, prachtig, ja, mooi. Allee, ze vinden het toch schoon. Met de borstel, ook weer de smudge brush. Dus eigenlijk mijn twee borstels die ik vandaag voor de ogen heb gebruikt, is de Tapered Eye Blender en de smudge brush. Dat zijn mijn twee meest gebruikte oogschaduwborstels, dus dat is misschien wel een goede tip. Als je nog geen oogschaduwborstels hebt en je wilt er niet allemaal gaan aankopen, zijn dat mijn twee meest gebruikte. Ze zijn hier allemaal aan het lachen met de ogen. Oké, dan gaan we een mascaraatje gaan toevoegen. Jij hebt redelijk goede wimpers van jezelf, hè? Dus ik ga voor de curly gaan gaan. Ik weet niet of je al een nieuwe hebt getest. Nee. Dus we hebben die drie nieuwe. Ik weet niet of je dat al gezien. Ja, ik heb ze al gezien, ja. Want je het meeste effect gaat je voor de maxi. Wilt je, heb je kortere wimpers, gaat je voor de shawnee. Je lijkt nu goede wimpers van jezelf, gaat je voor de curly. Ja. Ik vind de curly een hele toffe om te doen. Nog extra, want je hebt zo'n lichte krul in je wimpers en dan gaan we zo'n moment iets meer benadrukken. Dan moet ik eens naar de knieën kijken. Nu dat gaat het engste zijn van het hele make-up gegeven. Als we het ergens niet hebben, moet je het ook zeker zijn. Meteen ietsje intenser. Doet je het ook van onder, je mascara? Soms. Ik ga nu een klein beetje van onder, dus je mag het omhoog kijken. Ik kan het anders in mijn handen zijn, die wimpers zitten op. Twee jonge kalanders. Mm-hmm. Daar gaan we terug op rossen. Dus ik heb een beetje onder haar ogen gesmost. Dus dan gaan we dat met de wenkbrauwborsteltje even laten opdrogen en de andere ja. Afkretsen. Zijn het hier nog allemaal over de blauwe en groene ogen bezig? Ja, ik denk het wel.
Feline zegt, jij bent nog slim geweest, alleen een eentje van, lijntje van onder te laten tatoeëren. Ze vragen, gebruik je altijd één mascara of gecombineerd met de twee? Je kunt ze combineren. Je kan hier bijvoorbeeld nu nog wel een goede maxi op gaan zetten. Afhankelijk van de wimpers zou ik het wel of niet doen. Bij haar vind ik het nu niet nodig, dus ik denk dat ik voor haar enkel de curly ga doen. Eventueel een lash primer kan er wel nog onder. Maar ik zou zeker in twee mascara's gaan doen, want dat gaat heel fel worden bij haar. En dan gaat het zo misschien wat beginnen klonteren. Die heb je vaak lastig van klonteren? Nee. Nee. Oké, nog eens omhoog kijken, een klein beetje weggaan hier. Gebruik jij meestal ene mascara of? Ene, ja. Ja. En meerdere laagjes? Of? Ja, dat wel. Toch wel drie laagjes. Drie laagjes. Ja. Dan gaan we nog een laagje doen. Zo. Als je het nog aan kunt. Ja, ja, ja. Genoeg is naar onder. Ja. Ja. Bij die tweede laag zit je ook meteen al wat meer lengte. Voilà. Ik ga het eens wat dichterbij laten zien. Het is wat langer. Heel belangrijk als je een tweede laag doet, dat je ze even laat drogen. Ja. Want als dat nog nat is, dan blend dat gewoon eigenlijk samen. Wacht. Ah, ik zie hier uitlopen. Mascara's uitlopen. Ik heb die vraag nu eens een paar keer gehad. Misschien hier is een algemeen antwoord. Dus als uw mascara uitloopt, dan kan er een aantal dingen liggen. Dat kan liggen dat je een te rijkelijke oogcrème gebruikt, een te rijkelijke dagcrème. Nu, dat kan zijn dat je dat ook gewoon nodig hebt en dat je huid zo goed gevoed moet zijn. Maar wat is dat belangrijk als je een mascara gaat gebruiken en door de dag komt je rijkelijke crème terug naar boven toe en gaat het wat meer op de huid liggen, dan kan dat je mascara doen uitlopen. Dat kan zelfs, omdat dat een oliemengsel is, je waterproof mascara doen uitlopen. Dus heel belangrijk is dat je het wel altijd een keer goed afpoedert rondom de ogen. Voordat je een mascara gaat aanbrengen. En dat als je door een dag last hebt dat je poeder of door je crème wat er doorkomt, dat je dat terug gaat bijpoederen. Omdat dat kan zijn dat dat daarom zorgt dat je mascara's gaan uitlopen. Nu, iedereen is anders, dus dat kan bij iedereen een andere reden hebben. Dat is nu een van de meeste redenen waardoor dat de mascara kan uitlopen. Dus dan kun je dat zo misschien ook wel weer gaan oplossen. Dat zijn allemaal laag per laag drogen ook, lieve schatten. Ja, ik denk dat ze allemaal mee zijn. Goed, dan gaan we nog iets op de lippen zetten. Heb jij een voorkeur van kleurtjes? Nee. Is er iets wat je zegt, dat wil ik eens zien, die is nieuw uitgekomen? Nee, of niet. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Want ik gebruik zelf enkel maar de glosjes. Ah ja, de echte lipstift. Zelden dat ik een echte lipstift gebruik. Ja, ja. Ah, dan gaan we vandaag even opzetten. Want ik heb nogal veel last van rap droge lippen. Ja. En daarom dat ik dat dan niet gebruik. En de glosjes wel. Dan ga ik even een van onze nieuwe pakken. Omdat die heel voedend zijn, ja, voor de lippen. Qua ooglook. Ik heb nu iets roder, dat ik misschien naar de adorabele doen, een hele schone erbij. Iets donkerder ook. Bokashino gaat te bruinig zijn. De chouette. Ietsje roder. Misschien ook wat tof voor de zomer. Ik ga ze eens laten kiezen. De mystiek. Gaan jullie mij even helpen? Dus, ik heb hier drie lippenstiften voor haar om te proberen. Het is de adorabele, die helemaal links is, de middelste is de chouette en de rechtse is de mystiek. Welke zouden jullie bij haar gebruiken? Wacht, ik moet hem
Oh, ik heb hem zo gezegd. Adorable, Chouette en Mystique. Chouette heeft al 1 stem. De middelste, dat is de Chouette. 2 stemmen. Ik denk dat ze allemaal fan zijn. Ah, rechtsrichtingen. Natasha, is dat de rechts? Ja, onze rechts of uw rechts. Ja. Mystique, de middelste, de Chouette. De rechtse, ja. Dus wat al van ons. De laatste, Chouette. Ik denk dat de Chouette het meeste is. Dus dan gaan we de Chouette gebruiken. Nu, dat is een hele voedende lippenstift. Dat is heel goed voor droge lippen. Nou, dat wist ik begin toen ook. Oh, nu begin het allemaal mystiek te zeggen. Uwe, mijn rechtse. Dat is deze dan. Dat is een mystiek. Het gaat tussen de Mystique en de Chouette. Ja, misschien dat de Mystique inderdaad niet slecht is. Ik ga voor een combinatie. Allee. Ja, het is allemaal de Mystique op de einde. Oké, dan gaan we de Mystique doen. Dus dat is de iets zachtere van de twee. Iets minder rozig. Maar zeker een hele mooie, een hele zachte, naturelle en voor de zomer een hele toffe. Dan heb ik hier een lipborsteltje. Nee. Nou, hier wil ik even mijn arm in mijn borsteltje. Ook een keer mengen. We zijn toch allemaal voor de Mystique gegaan? Kun je eens kijken? Wat vinden we ervan? Ja. Schoon, hè? Schoon, ja. Ik ben niet gewend van met de lipstift. Nee, dat is altijd even aanpassen dan. Hè. Maar ik vind het ook heel schoon staan. En hoe voelt hem? Ja, het is moeilijk zo, ja. Niet plakkerig zo. Nee, dat is goed. Voilà. Do we like it? Ah, voilà, prachtig zeg Nadine, dat is heel goed. Charlotte van den Hoek, heel schoon. Dan gaan we het nog afmaken met een beetje fixatiespray en met een kabuki. Dus met een tip wat ik altijd meegeef, ook om door de dag terug te fixeren. Dus Feline bijvoorbeeld, voor mijn vraag in het begin van de live. Hoe fixeer ik het beste of hoe zorg ik dat mijn make-up altijd er top blijft uitzien, zelfs op warme dagen. Een beetje fixatiespray spuiten en dan met een kabuki met een klein beetje poeder op. Wat gaan afdekken. Dat vind ik een hele toffe. Mag je eens even de ogen sluiten. Voilà, dus ik spuit 3 keer. En dan duw ik de fixatie echt in de huid. Samen met een beetje poeder. Voilà. En dan gaat dat nergens naartoe. Anja kan zo gaan slapen en staat nog een hele keer op. Dat was een zin. Ja. Voilà, aan deze vinden het allemaal schoon. Dat is fijn. Dat is goed. Zal ik het licht misschien eens wat zachter zetten? Dat is het misschien. Oh nee, dat is geen goed idee. Is het feller? Dat is misschien wat moeilijk om naar te kijken. Dan zet je het nog eens langs alle kanten. Je mag eens naar de zijkant kijken. Dan zien ze schoon hier binnenkomen met dat mooie blush. Ik ben wel echt fan van de blush eigenlijk. Ja, dat is ook mooi. Ik ben heel content. Ja? Ja. Ah, er is een vraag. Je hebt de blush aangebracht met de poederborstel. Is dat beter dan de blushborstel? Op zich niet. Ik vind ze allebei heel tof om te gebruiken. Ik gebruik een blushborstel vooral als ik heel precies wil gaan, iets meer dekking wil gebruiken. Ik gebruik mijn poederborstel als ik in zo'n heel mooi zacht laagje wil gebruiken. Allee, wil opdoen, zonder dat het te intens gaat zijn. Daarom heb ik nu vandaag de poederborstel gebruikt, gewoon omdat ik eigenlijk heel zacht een contour en een blush wil creëren en niet te intens. Dus daarom
dingen wanneer je de eerste laag lipstick op een keukenrol je lippen zet. Ah, dus als je hem zo afdept of hem dan beter blijft. Ja, dat is een goede tip. Ik zal het even laten volgen. Dus de meesten zeggen, als je dan dit doet, dat je lippen beter gaan blijven. Dat is ook zo, omdat je bovenste laag eigenlijk op de lip ligt. En de laag eronder ligt meer in die lippen. Dus je ziet dat bij haar zit er nu eigenlijk niet meer heel veel op. Als daar nog een laag over hangt, dan gaat het beginnen uitsmeren en gaat dat heel snel gaan afglijden. Dus daarom zit je heel vaak mensen zo een keer dippen op een papiertje. Omdat dat ook iets gematter maakt, maar zorgt dat dat bovenste laagje daar wat vanaf is. Voilà. Allee, is goed. We vinden het allemaal heel schoon. Dus dan kun jij naar huis gaan en morgen gewoon opstaan. Opstaan, ja. Kit, hè. Hoeft op nog kastje zetten. Ja, dat is toch altijd jammer. Eigenlijk. Ja, spijtig zal ik het zelfs vanavond doen. We kunnen ook iets aan drinken samen. Ja. Allee, dankjewel om allemaal te kijken. Ja, precies. Voor de mooie commentaren. Ja, dat was weer tof, hè. Ja. En tot de volgende keer. Allee, dag. Bye-bye.